قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Meer dan 1400 jaar geleden Was er een man die leefde in Saudi-Arabië, of in het gebied dat vandaag de dag bekend staat als Saudi-Arabië, om precies te zijn in Mekka. Deze man was de Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hij was 40 jaar toen hij openbaring ontving van onze Schepper en onze Voorziener, van Allah. En de 23 jaar daarna ging hij door het leven als een Profeet. En niet alleen een Profeet voor zijn familie. Of voor zijn gemeenschap, maar ook een profeet voor de gehele mensheid. En hij ontving deze openbaring. En deze openbaring kunnen wij vandaag de dag terugvinden in de Koran en in zijn uitspraken. De uitspraken van de profeet, alayhi salatu salam, die wij vandaag de dag nog steeds kunnen terugvinden in verschillende boeken. Uitspraken die tot op de dag van vandaag gedocumenteerd zijn. Ja, en die openbaring, een openbaring van onze schepper die voor de gehele mensheid is en die richtlijnen meegeeft aan de schepping en die de schepping laat weten wat het doel is achter de schepping. En iemand die niet moslim is, die kan zich afvragen, nou. Iemand die niet moslim is, die kan zich misschien afvragen: hoe weten wij dat deze openbaring afkomstig is van onze Schepper, van Allah? Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Hij heeft verschillende bewijzen Getoond aan de schepping om aan te tonen dat deze openbaring afkomstig is van Hem. Zo zien wij bijvoorbeeld in de openbaring, in de Koran en in de Sunna, oftewel de uitspraken van de Profeet, daarin vinden wij bepaalde zaken over het verleden en bepaalde zaken over de toekomst die de Profeet sallam, onmogelijk geweten had kunnen hebben in Zijn tijd, in dat gebied. En daarnaast Allah in de Koran daagt hij de gehele mensheid uit om met het gelijke van de Koran te komen. Al zouden alle mensen elkaar helpen om het gelijke te maken van de Koran, dan zouden zij niet het gelijke kunnen maken van de Koran. En Allah in de Koran daagt de gehele mensheid uit. En nu, ruim 1400 jaar later, is het niemand gelukt om het gelijke te maken van de Koran. En dit zal nooit lukken. Waarom deze uitdaging komt van de Schepper. De Schepper die alles weet. Die weet wat er in de toekomst zal gebeuren. De Schepper die tot alles in staat is. En ook een van de bewijzen die aantonen dat deze openbaring afkomstig is van onze Schepper is het feit dat deze openbaring alomvattend is. En deze op openbaring is gekomen voor de belangen van alles en iedereen. En daarom zien we dat een van de islamitische geleerden, Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, hij zegt: Wie de islam werkelijk overpijnst, met andere woorden, hij denkt goed na over de islam. Gebaseerd op de Koran en de Sunnah, oftewel de ware islam. De islam zoals die geopenbaard is in de Koran en zoals die geopenbaard is in de Sunnah. Oftewel zoals die tot ons is gekomen via de uitspraken van de profeet. Alayhi Degene die hier goed over nadenkt, de ware islam. Die zal weten dat het de ware religie is, zegt Sheikh ibn Uthaymin. En hij zegt daarna ook even later: Het is dan ook niet passend dat wij de islam vergelijken met wat de moslims vandaag de dag doen. En dit klopt natuurlijk, want de moslims van vandaag de dag hebben tekortkomingen. Als iemand wil weten wat precies de openbaring van onze schepper inhoudt, dan moet hij kijken naar de islam. Kijken naar wat er in de Koran staat. Kijken naar wat er in. De uitspraken van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam te vinden is. En hij dient niet te kijken naar de daden van de moslims van vandaag de dag. Want de moslims die kunnen misschien soms handelen naar hun begeertes. Die kunnen misschien soms handelen naar, naar bepaalde zaken die in hun cultuur bestaan. En zaken die niet zozeer van de religie afkomstig zijn. Dus nogmaals, als wij werkelijk de moeite nemen om na te denken over de islam en over de openbaring dan zullen wij zien, inzien, dat deze islam de religie is die Allah, onze schepper en onze voorziener, heeft geopenbaard. In dat kader gaan wij vandaag, inshallah, kijken naar een aantal zaken van de islam. Aantal richtlijnen, aantal schoonheden van de islam. Wij gaan vandaag, inshallah, stilstaan bij de schoonheid van de islam. En dit doen wij door naar enkele punten. Te kijken. Zo zullen we kijken inshallah naar de rechtvaardigheid van de islam. En we zullen kijken naar hoe de islam een pragmatische religie is, een religie die aansluit op wat de mens nodig heeft en de mens wil. En zo zullen wij inshallah kijken naar hoe de islam ervoor zorgt dat de mens zich kan ontwikkelen tot een beter persoon, of dat nou op mentaal gebied is of op fysiek gebied. En we zullen het inshallah niet te lang maken zodat wij hopelijk genoeg tijd hebben en het vermogen hebben om deze informatie op te slaan en te uh, verteren. Tayyip. We beginnen als eerst met de rechtvaardigheid in de Islam. Islam, de Islam geeft rechten aan de rechthebbenden, degene die recht hebben op anderen in verschillende opzichten, in verschillende opzichten. En als wij het hebben over rechten, dan is het belangrijk om eerst stil te staan bij het belangrijkste en het grootste recht in de islam. Wat is het belangrijkste recht in de islam? He, wat is het grootste recht in de islam? De belangrijkste recht van de islam is het recht van onze schepper. Heel simpel. En dit is natuurlijk logisch. Want de schepper, hij heeft ons geschapen. En hij is degene die ons dagelijks voorziet. En hij is degene die alles voor ons makkelijk heeft gemaakt. Dus hij is degene die het belangrijkste recht heeft. En daarom zien wij... In een openbaring, in een, op, in een aparte overlevering, zien wij dat de profeet sallallahu alayhi wa Hij was een keer met een metgezel, een vriend, en hij vroeg hem: Weet jij wat het recht van Allah is? Het recht van onze schepper. En toen zei hij daarna: Het recht van onze schepper is dat wij hem alleen aanbidden en dat wij niets of niemand gelijk maken aan hem. En als je hier goed over nadenkt, dan zul je inzien dat dit heel logisch is. Het is namelijk. Heel onrechtvaardig, vreselijk onrechtvaardig om iemand anders het recht te geven van onze schepper. En in een andere overlevering werd de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij werd gevraagd wat is de grootste zonde? Wat is de grootste zonde? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei dat jij iets of iemand gelijk maakt aan Allah terwijl hij jou geschapen heeft. Dus nogmaals, dit is het belangrijkste en grootste recht. Het recht van uh, Allah azzawajal. Het recht van onze schepper. En dit is het belangrijkste en grootste gebod. En het belangrijkste en grootste recht in de islam. En zo ook. Ja, niet omgekeerd. Het grootste onrecht in de islam is shirk. Oftewel afgoderij. Oftewel dat jij iets of iemand gelijk maakt aan Allah. Dat jij bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen die specifiek zijn voor Allah toekent aan iets of iemand anders. Dat jij andere goden bevestigt. Of dat jij een aanbidding verricht voor iemand anders dan Allah. Want alleen onze schepper heeft het recht om aanbeden te worden. Daarnaast, als we kijken naar de rechten van de mensen, dan zijn er natuurlijk ook genoeg van. Die worden benadrukt in de islam. Allereerst het recht van de ouders. En daarom zien wij in een overlevering werd de Profeet uh, Sallallahu Alaihi Wasallam gevraagd wie heeft het meeste recht op mijn goede omgang. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam hij zei toen, ummuk oftewel jouw moeder. Toen werd hij gevraagd, en dan vervolgens wie? Toen zei de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, hij zei weer, ummuk jouw moeder. Hij werd toen weer gevraagd, wie daarna? Toen zei hij, jouw moeder. En toen werd hij gevraagd, wie daarna? Toen zei hij, jouw vader. En dus zien wij in de Openbaring, in de Koran en de Sunnah, dat de islam yani, rekening houdt als het ware of er het belangrijke gegeven erkent. Het belangrijke gegeven dat jouw moeder jou heeft gedragen, heeft gebaard, opgevoed en de moeite heeft genomen om jou op te voeden. En natuurlijk ook de moeite die jouw vader daarin heeft gestopt. Want beide ouders worden natuurlijk erkend en beide ouders hebben recht op jou. Als kind. En daarom zien we dat in de Koran. Allah azzawajal. Hij noemt de ouders. Na zijn recht. Hij zegt. Wa rabbuka ta'budu illa iyyah. Wa ihsana. Allah zegt in de Koran. En jouw Heer heeft bepaald. Dat jullie niets. Behalve hem alleen. Aanbidden. En goed voor de ouders zijn. En goed voor de ouders zijn. En daarna zegt Allah. Als een van hen. Of beide. In jouw bijzijn. De ouderdom bereiken. Zeg dan geen oef tegen hem. Dus zelfs Jani, oef, kan je niet zeggen tegen jouw ouders. Laat staan wat erger is dan dat. En hij sluit vervolgens uh, yani de, dit stuk af, of deze eieren af, door te zeggen: Wakul lehume, Jani spreekt zachte woorden, uh, edele woorden tegen hen, tegen, uh, of tot de ouders. En in een andere overlevering werd de profeet Alayhi in een overlevering werd hij gevraagd: "Wat is de meest geliefde daad?" of "Wat is de meest geliefde daad bij Allah?" En toen zei hij als eerst: "As-salatu ala oftewel dat jij het gebed op tijd uitvoert. Daarna werd hij gevraagd: "En welke daad daarna?" Hij zei toen: "Birrul walideen, oftewel dat jij goed bent voor de ouders. En er zijn genoeg andere teksten in de Koran en de Sunnah die benadrukken wat voor een recht en wat voor een groot recht de ouders hebben op de kinderen. En wat onze ouders op ons hebben. Zelfs als jij een moslim bent en jouw ouders zijn geen moslim, alsnog hebben zij rechten op jou. Alsnog hebben zij rechten op jou. Dat is wat betreft de ouders. Daarnaast ook de vrouw heeft bepaalde rechten in de islam en bepaalde ja, niet, uh, rechten op goede, een goede behandeling. Helaas, sommige mensen willen het doen overkomen alsof de islam een vrouwonvriendelijke religie is. Maar niks is minder waar. En daarom nogmaals, wat we in het begin zeiden, wat de sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah zei. Wij dienen te kijken naar wat de islam voorschrijft. Wij dienen te kijken naar wat Allah, onze schepper, heeft geopenbaard. Wat de profeet sallallahu alayhi wasallam, heeft meegegeven als richtlijnen. Daar dienen wij naar te kijken. We dienen niet te kijken naar wat de moslims doen. Want de moslims die doen van alles en nog wat. Nee, we dienen te kijken naar de openbaring. En als we kijken naar de openbaring, dan zien wij dat de islam de vrouw vereert. Op verschillende manieren. En verschillende soorten vrouwen. We hebben er net al gezien: de moeder. De moeder wordt al vereerd en heeft al een recht op haar kind. Een geweldig recht. Ze werd drie keer genoemd voordat de vader werd genoemd. En we zien ook in andere overleveringen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei bijvoorbeeld: Istosu bin nisaa, hij zei, ja yani, je het goede voor met de vrouwen. Behandel de vrouwen goed. Doe hen geen onrecht aan. En in een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt. Ja yani, vreest Allah met betrekking tot de vrouwen. En er zijn ook overleveringen die gaan over specifieke soorten vrouwen. Zo zien we bijvoorbeeld in een andere overlevering. Dat de profeet sallallahu wasallam, heeft gezegd. Dat degene die zich inspant. Voor een weduwe, dat diegene is zoals iemand die s'nachts bidt en overdag vast. En in de islam is het bidden in de nacht is een geweldig gebed. Is een geweldig gebed om te doen. En het vasten overdag is ook een geweldige aanbidding. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft hier gezegd dat degene die zich inspant voor een weduwe, dat diegene gelijk is zoals als degene die in de nacht staat om te bidden en overdag vast. Dat is een weduwe. Daarnaast ook, denk aan dochters. In een overlevering is gekomen dat degene die dochters opvoedt, dat diegene insha'Allah naar het paradijs zal gaan. Vanwege zijn opvoeding. Zijn goede opvoeding voor de dochters. En zo zijn er genoeg andere, ja yani, overleveringen en teksten in de islam die aantonen dat verschillende soorten vrouwen bepaalde rechten hebben. Bepaalde rechten hebben. En ook de echtgenote bijvoorbeeld heeft bepaalde rechten op haar man. Zoals we zo dadelijk inshallah uh, zullen zien in een andere overlevering. Dat is wat betreft de vrouwen. Daarnaast ook de buren hebben in de islam bepaalde rechten. En wij weten, degene die buren heeft. Degene die buren heeft, die weet hoe belangrijk het is om goede buren te hebben. En hoe vervelend het is als jij slechte buren hebt. En daarom in het Arabisch zeggen ze ook soms wel eens. El jar dar", oftewel een buur voor het huis He, dus als je bijvoorbeeld een, een huis wilt nemen, je wilt bijvoorbeeld een huis huren of misschien een huis kopen, dan is het belangrijk om te kijken, oké, okay, wie zijn de buren? Want jouw verblijf in dat huis kan heel wat minder leuk worden, heel wat minder leuk worden als jij vervelende buren hebt. En in de islam hebben de buren bepaalde rechten. Bepaalde rechten. Sterker nog, de profeet, alayhi salatu wasalam, hij zei in een overlevering dat de engel Jibrin, Gabriel, hij ging zo lang door, zegt hij met mij te adviseren over de goede behandeling van de buur, totdat ik dacht, zegt de profeet, wassalam, ik dacht dat hij hem een deel van de erfenis yani, zou geven. En natuurlijk, de, de engel, Jibril, Gabriel, hij adviseert niet zomaar met de goede behandeling van de buur. Dat is omdat Allah dat wil. En in een andere overlevering zegt de profeet, sallallahu alayhi wa al-akhir, Degene die in Allah gelooft. En in de laatste dag, de dag des oordeels, laat hem niet, yani zijn buur, lastig vallen. Dus degene die gelooft in Allah en degene die gelooft in de dag des oordeels, de dag dat hij verantwoording moet afleggen voor zijn daden, laat diegene niet zijn buur lastig vallen. En zo zijn er ook andere teksten in de Koran en in de Sunna die aantonen hoe belangrijk het recht is van de buren in de islam. En nogmaals, we willen het niet te lang maken, anders konden we bij wijze van al die teksten opnoemen. Naast de buren hebben ook niet alleen mensen recht op ons, maar ook dieren. Ja, niet, dieren hebben ook recht op onze goede behandeling. Ja, die hebben ook recht op de goede behandeling van de moslims. En daarom zien we dat in een overlevering bijvoorbeeld. We zien dat iemand die ja, niet, een, hond te drinken gaf, een hond te drinken gaf, die behoefte had aan drinken, dat hij daarmee het paradijs heeft kunnen bereiken. En het tegenovergestelde zien we ook. We zien ook in een andere overlevering dat de profeet wassalam, hij geeft aan dat er een vrouw was. die een kat vasthield. en niet te eten gaf. En haar dus slecht behandelde. En dat zij hierdoor naar de hel gaat. Door deze daad. Want in principe, het is niet verboden om een kat. als huisdier te nemen. maar. deze overlevering gaat in het specifiek over een vrouw. die een kat vasthoudt en niet voedt. En dus slecht behandeld. En in een andere overlevering zegt de Profeet, alayhi wa sallam, Hij zegt: min Muslim in rarasararasan, Yani, er is geen, of voor elke moslim die een gewas plant, Waarvan vervolgens een mens of een dier eet, Illa bihi Of dit wordt aangemerkt als een amus, als een liefdadigheid. He, dus als jij een gewas plant, Waarvan vervolgens een dier eet, dan wordt dit voor jou aangemerkt als een liefdadigheid, als een sadaka, en zo zien wij in deze overlevering en genoeg andere teksten dat het voor de moslim belangrijk is om dieren goed te behandelen. En zo zijn er nog andere groepen die ook recht hebben op onze goede behandeling, familieleden, kinderen, etc. En zo zien wij dus dat de islam een religie is van rechtvaardigheid, een religie waarin rechtvaardigheid hoog in het vaandel staat. Tayyip, dat is het eerste waar we stil bij wilden staan vandaag. Het tweede is dat de islam een pragmatische religie is. Wat houdt dat in? Dat de islam Jani aansluit op wat de mens nodig heeft en op wat de mens wil. Waarom? Dit is logisch, want de islam is afkomstig van de schepper van de mens. Degene die perfecte kennis heeft over de mens en wat de mens nodig heeft en wil en aan kan. En dit zien wij ook terug in de openbaring. Op onder andere twee manieren. Op onder andere twee manieren. Allereerst dat wij als moslims Allah vrezen voor zover wij kunnen. Ja, nu bijvoorbeeld we zien in de overleveringen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft gezegd. Wat ik jullie verbied, vermijd dat. En wat ik jullie beveel te doen, doe daarvan hetgeen waartoe jullie in staat zijn. En in de Koran zegt Allah fettakullahem estetatum. Jani, vrees Allah naar gelang jullie vermogen. Wat houdt dat onder andere in? Als moslim bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld een blessure hebt waardoor jij niet staand kan bidden, dan is het voor jou toegestaan om zittend te bidden. Sterker nog, je kan zelfs liggend bidden als dat moet. En ook voordat je gaat bidden, dan doe je als moslim een wassing waarbij je water gebruikt. Maar het kan zo zijn dat iemand geen water kan gebruiken door een bepaalde. Uh, ja, die medische reden. Bijvoorbeeld iemand die uh, heel erg last heeft van eczeem Die heeft dan een oplossing daarvoor. Dan kan diegene iets anders doen in plaats van water gebruiken. Zo zien we ook bijvoorbeeld degene die medisch gezien of op wat voor manier dan ook niet kan vasten. En daar een geldig excuus voor heeft, dat diegene dan daar ook een oplossing voor heeft in de islam. En ook bijvoorbeeld, denk aan de bedevaart, de vijfde zaal van de islam. Dat de mensen, de moslims, dat zij de bedevaart dienen te doen. Al-hajj. Maar dit is alleen als iemand daar fysiek en financieel toe in staat is. En zo zijn er genoeg voorbeelden die aantonen dat de islam uh, rekening houdt met het vermogen van iemand. En natuurlijk, dit is, geen, dit is geen vrijbrief om gemakzuchtig om te gaan met de geboden van Allah. Zeer zeker niet. Maar het geeft wel aan dat als iemand serieus iets niet kan doen, werkelijk iets niet kan doen... Dat diegene daar in de islam een oplossing voor heeft. Dat is het eerste. Ja, het eerste voorbeeld dat aantoont hoe de islam een wat dat betreft pragmatische religie is. Het tweede voorbeeld is dat de islam geen uh, onredelijke wensen bevat. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, als moslim zijnde, ga je jezelf niet bijvoorbeeld onthouden van eten. Of onthouden van slaap, of onthouden van trouwen. Want iemand die kan misschien het idee hebben dat hij constant 24 uur lang een van deze aanbiddingen moet doen. Ja, niet constant moet bidden, uh, constant moet vasten. Maar daarom is het belangrijk dat wij terugkeren naar de leiding van de Profeet. Want Allah heeft hem als Profeet uitgekozen. En als voorbeeld voor ons, zodat wij weten hoe wij onze Schepper moeten aanbidden. Het aanbidden van onze Schepper gaat niet uh, op basis van wat wij denken, willen, inbeelden. Nee, wij dienen te kijken naar hoe de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam onze Schepper heeft aanbeden. En zijn voorbeeld dienen wij daarin te volgen. En daarom zien wij in een overlevering dat er ja, een groep mannen was, drie mannen. En een van deze drie mannen die zei. Ik zal gedurende het hele jaar vasten, zonder mijn vasten te verbreken. En een andere persoon, hij zei, ik zal uh, mij onthouden van vrouwen en ik zal nooit uh, trouwen. En iemand zei, ik zal gedurende de, uh, yani de nacht uh, bidden. De profeet, alayhi salatu wasalam, hij keurde dit af. Hij keurde dit af. Hij zei bij Allah, hij zweerde. Ik ben voor zeker degene onder jullie met de meeste vrees en angst voor Allah. Hij is de meest Godvrezende. En daarna zei hij, ik vast echter en ik verbreek het vaste. Ik bid en ik slaap. En ik huw. Ja, en ik huw uh, vrouwen. En hij zegt daarna, en wie zich afwendt van mijn sunnah, behoort niet tot mij. Zegt hij daarna. Met andere woorden, dat wij de leiding van de profeet sallallahu alayhi wasallam dienen te volgen. En in een andere overlevering was er een man die zei: Of die vaste overdag. En hij bad in de nacht, maar hij deed daarin te veel. En de profeet sallallahu alayhi wa keurde dit af. En hij zei toen iets heel moois: Hij zei: yani, Jouw lichaam heeft recht op jou. Wa inna En jouw ogen hebben recht op jou. Wa inna li En jouw echtgenoot heeft recht op jou. Dus zoals we zien, wij dienen de leiding van de Profeet te volgen. En niet op basis van onze eigen vermoedens en eigen, wat dat betreft, begeertes of wat wij willen doen. Allah aanbidden. Nee, wij aanbidden Allah zoals de Profeet dat deed. Alayhi en wij houden daarbij rekening, of daarbij wordt rekening gehouden met wat wij uh, aan kunnen en willen. En we dienen daarbij rekening te houden met de rechten, ook van anderen. En zelfs met de rechten van onze eigen lichaam en ogen. Dat is het tweede. Dus dat de islam aansluit op wat de mens wil en nodig heeft. En er zijn natuurlijk ook genoeg andere voorbeelden van. Maar yani, we houden het bij deze twee, inshallah. Als derde en laatste, de islam helpt een persoon een beter moslim of een beter mens te worden. Yani, de islam helpt de moslim om een beter mens te worden, zowel op yani, spiritueel en mentaal vlak als fysiek vlak. Spiritueel en mentaal, dat zie je onder andere terug dat de islam aanspoort tot het sieren met goede eigenschappen en het onthouden van slechte eigenschappen. Eigenschappen. Zo wordt in de islam aangespoord tot vrijgevigheid. Uh, er wordt aangespoord zoals we daarnet hebben gezien. Tot, tot het goed zijn voor de, voor de buren, voor de ouders. Uh, en ook andere goede karaktereigenschappen. En tegelijkertijd uh, worden in de islam worden slecht, bepaalde slechte karaktereigenschappen worden verboden en of afgekeurd. Denk bijvoorbeeld aan afgunst. Daar zijn teksten over. Dat wij niet de ander, uh, ja, wat dat betreft, uh, dienen te misgunnen. En te hopen dat de gunst die zij hebben gekregen, dat deze weg gaat van hen. Zo wordt ook in de islam uh, liegen verboden. Zoals in de hadith staat, إِنَّ صِدْقَ يَهْدِي إِلَى wa وَإِنَّ الْبِرْ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ Yani de Profeet, hij zei dat de sidq, yani eerlijkheid, leidt naar uh, al naar bir, yani deugdzaamheid. En deze deugdzaamheid leidt naar al-jannah En al-kadhib, zegt de Profeet, sallallahu alayhi wa al Wa in al fujur yahdi ilal de Profeet, hij zegt dat uh, het liegen, dat dit dan weer leidt naar ondeugd, als het ware. En dat dit dan weer leidt naar. De hel. En zo heb je genoeg andere teksten die aantonen dat wij niet als moslims mogen liegen. Daarnaast is het ook verboden voor de moslim om te stoken tussen mensen. Wat helaas ook gebeurt soms. Dat mensen bijvoorbeeld uh, van persoon A naar persoon B gaan en persoon B vertellen dat persoon A iets heeft gezegd over deze persoon B met de intentie om te stoken tussen die twee. He, en om te, ervoor te zorgen dat er ruzie ontstaat tussen die twee. En de islam verbiedt dit. Sterker nog, de profeet. Salatu wassalam, hij vertelde een keer dat er mensen waren in het graf die bestraft worden. En toen hij daarna uitlegde waar deze bestraffing voor was, toen gaf hij onder andere aan dat dit was vanwege deze zonde, een Namima, dat jij stookt tussen mensen. En in een andere hadith wordt ook aangegeven dat degene die dat doet. Dit stoken, dat dit ervoor kan zorgen dat hij niet, ja, niet direct het paradijs zal binnentreden. En er zijn ook andere eigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan de arrogantie. Arrogantie is ook verboden in de islam. En voor de duidelijkheid: met arrogantie wordt niet bedoeld dat iemand het bijvoorbeeld fijn vindt om zich goed te kleden of er goed uit te zien. Nee, in een hadith zegt de profeet alayhi dat wie in zijn hart net zoveel als een ja, mosterdzaad aan trots heeft. Dat diegene niet het paradijs zal betreden. Ja, diegene zal dus niet uh, het paradijs betreden. En een man die vroeg toen: wat als een persoon ervan houdt om een mooi gewaad en mooie sandalen te dragen? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Allah is prachtig en hij houdt van pracht. Trots yani, en arrogantie is het verwerpen van de waarheid en het minachten van de mensen. Dit is arrogantie. Dus dat jij mensen minacht en dat jij de waarheid verwerpt. En de islam verbiedt dit. Wij dienen hiervoor op te passen. Sterker nog, wij dienen nederig te zijn. En hier hebben we ook teksten voor: dat wij als moslims nederig dienen te zijn. En daarom zien wij in een andere overlevering dat de profeet a.s. zegt: Wa in Allah أوha إلي أن Met andere woorden, dat hij zei dat Allah hem geopenbaard heeft: dat jullie uh, nederig dienen te zijn. Dat jullie tawadu, nederigheid dienen te hebben. En zo wordt er in de islam ook aangespoord tot het niet uh, yani lui zijn en tijd verspillen. We zien zelfs een, een van de smeekbedes, die is overgeleverd, is dat je zegt kesel, dat jij toevlucht zoekt tegen El-Kessel, oftewel niet yani luiheid. En wij zien ook in een andere overlevering, dat de profeet alayhi wasallam, zei dat er twee gunsten zijn die ondergewaardeerd worden door de mensen. En welke twee gunsten zijn dat? Hij zei toen. Al-Sihatu al zei de Profeet. Alayhi wa sallam. Oftewel gezondheid en al-Farag, vrije tijd. Dus ook als moslim word jij aangespoord tot het goed benutten van jouw vrije tijd. En dat jij waakt over jouw gezondheid. En dit brengt ons gelijk bij de tweede zaak. Als we het hebben yani over uh, hoe de Islam jou helpt een beter mens te worden. Want wij dienen ook te waken over onze gezondheid. Dat is de tweede zaak. En de gezondheid, ja, als we het hebben over gezondheid, dan hebben we het over twee soorten gezondheid. Men denkt misschien al vrij snel aan de fysieke gezondheid van de persoon, maar ook hebben we het dan over uh, de innerlijke gezondheid, de gezondheid van het hart. En dat wij dienen te waken voor de zaken die een slechte invloed hebben over of op uh, het hart. En daarom dat zien wij in de islam teksten die in de openbaring zijn voorgekomen. Die de moslims helpen bij het waken over het hart. Door bijvoorbeeld te kijken of rekening te houden met zaken. Zoals een slechte omgeving of slechte vrienden. In ieder geval zaken die uh, de persoon op negatieve manier op een negatieve manier uh, kunnen beïnvloeden. En natuurlijk de fysieke gezondheid. En daarom zien we dat in de islam uh, genoeg teksten en overleveringen zijn die gaan over. Ook de fysieke gezondheid en dat wij daarover dienen te waken. Zoals de overlevering die we er net hebben gehoord. Maar ook andere overleveringen die aantonen dat er bijvoorbeeld bepaalde geneeswijzen zijn. Daar zijn overleveringen over en bepaalde geneesmiddelen. Sterker nog, er zijn zelfs boekwerken daarover geschreven. En in de islam wordt bijvoorbeeld aangespoord op het gebruiken van honing en andere, andere zaken. En zo zien we dus als derde dat de islam de moslim helpt een beter. Een mens te worden, in verschillende uh, opzichten. En deze drie zaken die wij vandaag hebben genoemd, als eerst dat de islam een religie van rechtvaardigheid is en dat wij in de openbaring genoeg teksten vinden die de rechten benadrukken die anderen, anderen op ons hebben. En de tweede zaak dat de islam een religie is die aansluit op wat de mens wil en nodig heeft. En de derde zaak dat de islam de moslim helpt en de mens helpt beter te worden. En zich te ontwikkelen. Dit zijn allemaal zaken die wij, uh, waar wij over moeten nadenken. En die wij dienen te overpeinzen. Want uiteindelijk, het belangrijkste voor ons is onze band met Allah. Dat wij onze Schepper aanbidden. Want uiteindelijk zijn wij hiervoor geschapen. En de openbaring is niet meer dan 1400 jaar geleden tot ons gekomen. Op dat wij die vervolgens, zodat wij die vervolgens later negeren en dat wij gewoon onze eigen leven leiden. Nee, wij zijn geschapen om Allah, onze schepper, te aanbidden. Wij zijn niet geschapen om te eten, te drinken, te werken, te slapen, wakker te worden, weer te eten, drinken, werken, slapen. Nee. Wij zijn geschapen om onze schepper te aanbidden. Allah zegt in de Koran, وَمَا خَلَقَتُ الْإِنسَ liyabudun. إِلَّا إِلَّى لِيَعْبُدُونَ Allah geeft aan dat de... Mens en de djinn geschapen is om Hem te aanbidden. En daarom, Jani, is het belangrijk dat wij deze zaken die wij vandaag genoemd hebben, dat wij hier goed over nadenken. En degene die met een oprecht hart de Koran leest en met een oprecht hart naar de openbaring kijkt, die zal, zoals Sheikh bin Uthamim had aangegeven, die zal inzien, inshallah, dat de islam de ware religie is. De religie die gestuurd is door de schepper, of die geopenbaard is door de schepper. En op een dag zullen wij onze schepper ontmoeten. Op een dag zullen wij hem ontmoeten en zullen wij verantwoording af moeten leggen voor hoe wij de openbaring hebben gevolgd. Hmm. De ayah, het vers van daarnet, ik zei per ongeluk andersom: Het is. Wa wal insa illa dus yani, Allah heeft de jinn en de mens geschapen om hem te aanbidden. Dus, dit is de reden van onze schepping. En daarom zou ik met een oprecht hart, met een oprecht hart, adviseer ik degene die geen moslim is om moslim te worden. Word moslim voordat het te laat wordt, of voordat het te laat is. Allah geeft aan in de Koran dat een ieder op de Islam uh, dient te sterven. De dus zorg ervoor dat jij jouw Schepper erkent voordat het te laat is. Erken jouw Schepper en word moslim, zodat jij inshallah zult leven en zult doen waarvoor jij uh, geschapen bent. En ook degene die al moslim is, dat diegene inshallah werkelijk zal leven voor Allah. Ja, niet werk aan jezelf. En werk aan jouw band met Allah. En keer vrijwillig terug naar Allah, voordat jij onvermijdelijk terug zal keren naar Allah. Want op een dag zullen wij allemaal komen te overlijden. En zullen wij allemaal verantwoording moeten afleggen voor onze daden. Dus keer terug naar Allah, voordat het te laat is. En vooral het gebed is heel belangrijk. Het gebed is heel belangrijk. Er zijn op dit moment miljoenen mensen die overleden zijn. En die graag nog de kans zouden willen hebben om een gebed uit te voeren voor Allah en om goede daden te verrichten. Voor hen is het te laat, voor ons niet. Dus grijp je kans voordat het te laat is. Mogen Allah Azza wa Jal ons helpen bij het werken uh, voor het hiernamaals en het aanbidden van hem, zuiver en alleen. En mogen Allah ons vergeven voor onze tekortkomingen. Wat je me